We gaan maken een stampot met kallesworst. En de stampot bestaat uit pompoen en zoete aardappels. Ik begin met de pompoen. Op een plaatje, klein beetje olie en een beetje knoflook. 180 graden, 30 minuutjes. De worsten worden gebraden. Alles bij elkaar ongeveer 12 minuutjes. De worstjes zijn mooi gebraden. De zoete aardappel is gaar. We hebben een saus op basis van Griekse yoghurt. Verse gember, peper, knoflook, curry madras, pikkelilli. Lekker stampen. Saus toevoegen. Stamppot op het bord. De worst netjes snijden. Beetje munt eroverheen. Klein beetje lenteui. Eet smakelijk.